De espresso. De aandachtspunten voor de espresso's zijn dat je altijd een mooie, schone en warme voorverwarmde filterdrager hebt. Je kopjes voorverwarmd zijn en je molen goed afgesteld. Dus daar gaan we even mee beginnen. De kopjes zet ik altijd alvast warm water in. De filterdrager, dus mooi schoon. Koffie. Bagels en beans gebruiken ongeveer 8 gram per espresso. Dus dit is 16 gram koffie. Het aandrukken van de koffie is ook een heel belangrijk punt. Namelijk dat je filterdrager altijd in het verlengde van je hand ligt. Met je wijsvinger eromheen en je duim erop. Je heup indraaien, zodat de onderarm echt recht boven je hand komt te staan. Dat is heel belangrijk, omdat je anders veel last kan krijgen van blessures. Dus op het moment dat je het in één keer goed aanleert, dat je het aandrukken van de koffie, dan slijt dat erin en dan heb je daarna alleen maar profijt van. Dus we hebben hier nou op het moment de 16 gram koffie, die ga ik aandrukken. Met een kracht van ongeveer 25 kilo. Dus mijn onderarm staat recht op de filterdrager. Ik druk hem eerst zachtjes aan en kijk of dat hij recht staat. Dat kan ik doen door middel van het draaien van de temper. En dan hebben we altijd dat de koffie aan de zijkant van de filterbasket blijft steken. Dan tikken we zachtjes tegen de rand, dat hij weer terugkomt op de koffie. En dan gaan we hard drukken en dan draai ik hem altijd 2 keer. Het is gewoon belangrijk dat je altijd dezelfde handeling hanteert. Dit is mijn manier, maar als je zelf een andere manier fijner vindt, maakt niet zoveel uit als je maar altijd hetzelfde doet. Dus de filter is aangedrukt, mooi recht. Dan gaat hij erin en gelijk de hendel naar beneden. Waarom? Omdat je anders krijgt dat de koffie gaat verbranden omdat hij tegen een hete oppervlakte aan zit. Op het moment dat de koffie eruit komt, doen we de hendel omhoog, zodat er precies 25 tot 30 cc koffie, waar een espresso uit bestaat, in het kopje komt. De doorlooptijd is ook heel belangrijk. Dat die ongeveer tussen de 25 en de 30 seconden doorlooptijd heeft. Zodat alle smaakelementen van de espresso goed afgegeven worden aan het water. Dat je dus een lekkere, volle espresso krijgt. Serveren we altijd met een suikerzakje en een glaasje water erbij. Heel belangrijk is dat de bediening de espresso gelijk meeneemt, omdat die snel afkoelt. Daarom is het ook altijd belangrijk dus dat je kopjes goed voorverwarmd zijn. Dat de espresso lekker warm aan tafel komt.